Twee jongens van 13 en 14 jaar oud hebben maandagmiddag in Hansweert het leven van de 68-jarige opa van een van hen gered. De man viel in een vijver in zijn achtertuin en raakte buiten bewustzijn. De jongens sprongen hun opa achterna. Terwijl de kleinzoon zijn opa boven water hield, belde zijn vriendje 112. Volgens de politie was de man zonder hulp van de jongens zeker verdronken. Tijdens het Pinksterweekend stond Zeeland bol van de evenementen. Burgemeester Koos Schouwenaar gaf het startschot voor de eerste etappe van de Delta Tour, die in Middelburg begon en eindigde in Goes. Tourfietsers deden mee aan de Ride for the Roses. Kilometers fietsen voor de bestrijding van kanker met een recordbedrag van bijna 110.000 euro als resultaat. Ja, ik rijd mee voor een vriend van me die is 2 jaar geleden aan kanker overleden en vandaag is zijn verjaardag. Jasmine uit Zeeland kwam naar Middelburg en genoot onder meer van kitecrash. Er werd ook gesport. In Vrouwenpolder tijdens een nationale menwedstrijd op Manege de Eendracht. En in Hulst op de Pinkstergala van atletiekvereniging RKHAV. Morgenavond, kort voor 10 uur, vindt een totale maansverduistering plaats. Volkssterrenwacht Philippus Landsbergen zet op de Veersedam bij Vrouwenpolder een aantal telescopen klaar. De verduisterde maan zou ongeveer een uur lang zichtbaar moeten zijn. En dan nu, Zeeland in de media. De vondst van het lichaam van de in Turkije verongelukte Ierse knaar Bart Koster is landelijk nieuws. Grote verhalen in het AD en de Telegraaf en een reportage in Hart van Nederland. Koster is verongelukt tijdens een fietstocht op een mountainbike. In de PZC veel aandacht voor de dit weekend verreden Delta Tour. In het sportkatern bij de krant staat een reportage over de ploeg Leopard Trek, die een eerbetoon kan brengen aan de onlangs overleden Wouter Weiland, de wielrenner die vorig jaar de Giro-etappe in Middelburg won. In het AD een foto van Marcel Kittel, de winnaar van de Delta Tour, gehuld in het PZC-shirt van de beste jonge renner. En dan was er dit weekend ook nog de Europa Run, een hardloopwedstrijd voor het goede doel, van Parijs naar Rotterdam. Zowel Omroep Zeeland als EB en De Stem melden dat Tode graag wil dat de loop volgend jaar ook die gemeente aandoet.